Je hebt keuze uit twee verschillende resets voor je Fitbit. Namelijk de zachte reset en de harde reset. Bij de zachte reset zet je het horloge aan en uit. En dit voorkomt dat je gegevens en data verliest. Nou, je gebruikt deze zachte reset vooral wanneer het horloge bijvoorbeeld niet meer reageert wanneer je op het scherm tikt of er overheen veegt. Ook gebruik je de zachte reset wanneer je geen meldingen meer ontvangt en wanneer het horloge niet meer synchroniseert met de app. En we hebben de harde reset. En let op, bij deze harde reset zet je je Fitbit terug naar fabrieksinstellingen en dat zorgt er dus voor dat je al je gegevens en je data verliest. Je gebruikt deze harde reset wanneer het horloge echt op niets meer reageert. We beginnen bij 1, de zachte reset. Veeg vanaf je beginscherm met de klok erop naar beneden. Scroll naar de instellingen app en open deze. Scroll vervolgens naar apparaat opnieuw opstarten. Bevestig je keuze en start je horloge opnieuw op. Als de zachte reset niet heeft geholpen, dan gaan we nu door naar stap 2 en dat is de harde reset. En dat doe je als volgt. Leg je Fitbit Lux op de oplader en sluit de oplaadkabel aan op een stroombron. Druk vervolgens 3 keer op de knop aan de platte kant van de oplader en dit platte stuk zit aan de USB-A aansluiting vast. Wacht iedere keer 1 seconde na te hebben gedrukt. Wacht daarna 10 seconden totdat het Fitbit logo in beeld verschijnt en nu heeft je Fitbit zichzelf gereset naar fabrieksinstellingen. Heb jij nou een ander Fitbit model en ben je benieuwd hoe je deze moet resetten? Klik dan even op het ietsje hierboven. Hopelijk staat jouw Fitbit model daarbij. En als je alle stappen nog eens rustig wilt teruglezen, dan kan dat natuurlijk ook. Kijk dan even op onze adviespagina en hier zie je alle stappen terug. Ik hoop dat een van deze 2 resets heeft geholpen en dat je Fitbit nu weer helemaal werkt zoals het hoort. Mocht dat niet het geval zijn, neem dan even contact op met de Fitbit klantenservice, want zij helpen je heel graag verder.